was afgelopen jaar echt een bizar jaar. We hebben natuurlijk vorig jaar in de zomer een online programma gepresenteerd. Dat kon niet anders vanwege de coronapandemie. En toen hebben we in september gekeken van ja, wat vinden we nou echt belangrijk dit jaar? Het Holland Festival is een internationaal podiumkunstenfestival. En we staan voor dat internationale. Dat wilden we heel graag overeind houden. En we staan natuurlijk voor live podiumkunsten. We zijn een artist-driven festival. Dat wil zeggen, de maker staat altijd centraal bij ons. En we willen juist die internationale blik op de wereld in een tijd dat we allemaal in ons kamertje, in ons eentje, in isolement zitten, om die brede blik op de wereld nog eens extra te highlighten. Dat vinden we van belang en daarom vinden we het ook belangrijk om die internationale kunstenaars naar Amsterdam te laten komen. Ja, het belangrijke is natuurlijk dat de podiumkunsten ook getoond worden aan publiek. Dus het Holland Festival houdt echt van zijn publiek en het publiek houdt van het Holland Festival. Komt vaak terug, krijgen ook en richten ons ook op nieuw publiek. En het belangrijkste is dat het publiek samen kan komen met die artiesten, want dat is toch het moment waar de magie plaats heeft. En wij denken dat het mogelijk is ook op 1,5 meter mensen live in het theater te krijgen en dan samen met elkaar die collectieve ervaring te beleven. De vaste partners van het Holland Festival dit jaar zijn de Nationale Opera met de opera Die Erste Menschen van Rudy Stefan, Nationaal Ballet met de Hollandse School, ITA met de voorstelling The Age of Rage door Ivo van Hoven. En AI, Filmmuseum, is een van onze partners. Het programma van dit jaar is samengesteld met de input van de Associate Artist. Er is een aantal thema's dat naar boven kwam drijven. En het gaat heel erg over menselijke constructen. Bijvoorbeeld tijd, time. Aan de andere kant gaat het ook over transformatie. Wat maakt de mens? En wat doet de mens? En wat doet de mens bijvoorbeeld met zijn natuurlijke hulpbronnen? Dus hoe verhoudt de mens zich tot planeet, dat is ook een van de thema's. En daarnaast, en dat kwam bij beide associate artists echt omhoog, is aandacht. Aandacht voor elkaar, aandacht voor het luisteren, aandacht op de blik naar buiten. Dus dat is ook een van de thema's van dit jaar, dat je alles met aandacht moet doen. Sinds 2019 werkt het Holland Festival met Associate Artists. Dat zijn kunstenaars die een brede blik op de wereld hebben en niet alleen bezig zijn met hun eigen werk, maar ook hun kennis en interesses met ons als organisatie, maar ook met het publiek delen. En in 2021 hebben we de kunstenaars Giselle Vienne en de componist Ryuichi Sakamoto uitgenodigd. Wow. Ryuichi Sakamoto is een Japanse componist, eigenlijk ooit doorgebroken als popster in een bandje The Yellow Magic Orchestra. Een van de eerste groepen die elektronische popmuziek maakte, met de synthesizer als centraal instrument. Vandaaruit is hij ook met die synthesizers meer experimentele muziek gaan maken, klankkunst, geluidskunst, waarbij hij veel gebruik maakt van omgevingsgeluiden die hij verwerkt in zijn composities. Maar het allerbekendste is hij misschien wel als filmcomponist. Hij heeft muziek voor heel veel films geschreven. The Last Emperor heeft hij ooit een Oscar voor gewonnen. Merry Christmas, Mr. Lawrence is een film die heel veel mensen ook kennen. En vrij recent is het bekendste voorbeeld The Revenant van Alejandro Iñárritu. Voor mij is Ryuichi Sakamoto een van de avontuurlijkste geesten op het gebied van die verschillende genres waar hij zich mee inlaat. Nooit hetzelfde twee keer wil doen eigenlijk. Iemand die altijd ook geïnteresseerd is in het werk van andere makers. En die vooral ook door die nieuwsgierigheid een interessante gesprekspartner is om samen een deel van het festival samen te stellen.
ピアノがあるという話が出てきたんですね。どんな音がするのかなっていう興味ありました。 Het belangrijkste werk van Ryuichi dat wij tonen is Time, een nieuwe muziektheatervoorstelling die in de Gashouder te zien zal zijn, waar een aantal thema's uit zijn werk in naar voren komt. Een belangrijk thema is de tegenstelling tussen mens en natuur. Daarnaast tonen we een installatie, Sensing Streams, waar eigenlijk diezelfde tegenstelling op een bepaalde manier een rol speelt, waarbij de alomtegenwoordige elektromagnetische golven van wifi, bluetooth, 4G, noem maar op, zichtbaar en hoorbaar worden gemaakt. Alexandre Kordzaya, artiestennaam Chords, gaat de vroege popmuziek van Ryuichi Sakamoto, dus de muziek uit de tijd van de Yellow Magic Orchestra, opnieuw in elkaar schroeven samen met Asko Schoenberg Ensemble. Giselle Vienne is een Frans theatermaker, opgeleid in de filosofie en poppen- en objecttheater, die werk maakt dat zich bevindt op de grens van theater, dans, poppenspel en objecttheater. En ze maakt altijd gebruik van muziek op een heel indringende manier. Being invited as an associated artist at the Holland Festival is a great honor. It's very encouraging. It's also a very special meeting with the audience in Holland, in Amsterdam, that we got to meet over the past years, but that is, makes it as a very special encounter. It's also presenting the work in a surrounding with other artists that we value a lot, and I think an artwork is not a separated experience, it's an experience amongst other experience, and being surrounding with a great group of artists and works is of course also a very stimulating experience. We hebben Giselle uitgenodigd als associate artist omdat haar werk heel uniek is in de manier waarop ze de emoties van het publiek kan bespelen. En zo heel langzamerhand tijdens het kijken kruipt het werk onder de huid van de toeschouwer en laat hem of haar nadenken over het onderwerp van de voorstelling. I think one of the central questions in my work is questioning our perception. Questioning our perception is trying to understand the culturally built-up perception and try to invent and create shifts in our perception. And creating shifts in our perception is trying to invent new language to read the world and to reinvent the world. Ze is ook uniek omdat ze heel veel samenwerkingsverbanden aangaat. Ze maakt haar werk eigenlijk altijd in samenwerking met partners uit andere kunstdisciplines. I do not understand how not to be transdisciplinary when you're working with performing arts, theater, dance, even when you're doing movies. These are transdisciplinary mediums. So I think it is beautiful to write with lights and sound and movement and text and narrative and rhythms and lines and colors. And I mean, this is in terms of composition or stage writing or movie writing, I think it is the strength of these artworks to be able to compose with all these different medias. Tijdens de komende editie van het festival brengen we de meest recente productie van haar, L'Étang, en de Kindertotenlieder, een stuk dat speciaal voor het Holland Festival opnieuw ingestudeerd zal worden met een jonge cast. Het programma in 21 is een compact maar coherent samengesteld geheel. Dat hebben we samen gedaan met de associate artists. Die hebben input geleverd. En het is een heel divers programma. Er staat natuurlijk dans, muziek, muziektheater. Alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Een van de mensen die in de gesprekken met Giselle veel naar voren kwam was Fia Minard. En Fia is een Frans kunstenaar, opgeleid in het circuswerk. Eerlijk gezegd, die heel langzamerhand opgeschoven is naar de dans. En haar voorstelling die we laten zien op de Westergasfabriek heet Maison Mère.
waarin ze een tempel construeert, het Parthenon in Athene, als eerbetoon aan de vrouw en de positie van de vrouw, maar ook aan de Europese cultuur. En vervolgens plaatst ze daar een hele dikke vraagteken achter, want aan het eind van de voorstelling stort die tempel die zij gebouwd heeft helaas weer in. Ryuichi Sakamoto heeft zich de laatste jaren ook buiten zijn werk als klimaatactivist ontpopt. En dat zie je ook binnen zijn werk terugkomen, zoals in zijn muziektheatervoorstelling Time. Maar er zijn ook andere voorstellingen in het festival waar dat onderwerp terugkomt. The Planet van Gari Nugroho en Ine Aya van Miranda Lakerveld en Yadi Nursalim. Allebei voorstellingen met een connectie met Indonesië, waar onder meer door ontbossing klimaat ook een heel belangrijk thema is. We hebben ook Marlene Monteiro Freitas uitgenodigd uit Portugal met haar nieuwe voorstelling Pierrot Lunaire. En FC Bergman uit België met The Sheep Song, hun nieuwe grote productie. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook Dimitris Papioannou uit Griekenland en Massimo Furlan uit Zwitserland en uit Nederland Bogaert en Van der Schoot met Fremdkörper en Marleen Scholte van acteurscollectief Wunderbaum met La Codista, een solo. Somewhere on this journey, we forgot the reason we came here. Contextprogrammering is een van de andere pijlers van het festivalprogramma. En normaliter bestaat dat uit voorgesprekken en inleidingen en masterclasses, allemaal op verschillende locaties. En dit jaar hebben we ervoor gekozen om de contextprogrammering online te doen, maar wel met een aantal belangrijke partners, zoals AI en Cinetree en onze samenwerking met de Groene Amsterdammer, die alle inleidingen verzorgt via een podcast. Dit jaar vindt het Holland Festival plaats bij een aantal vaste partners, het Muziekgebouw aan het IJ en het Bimhuis, Internationaal Theater Amsterdam, bij de Nationale Opera en Ballet. Maar we zitten ook in Carré, in Frascati, in de Gashouder en de Zuiveringshal. En we gaan zelfs het bos in, we zitten in de school en we gaan ook naar het Hembrugterrein. We staan hier in de binnentuin van de school. Dat is een voormalige technische school in het westen van Amsterdam. Er zijn hier ateliers, er is een ambachtslab, er zit een café, een restaurant. En dit is een locatie voor een onderdeel van het festival dat wij Short Circuit noemen. Engels voor kortsluiting, maar er zit ook het woord circuit in. En het is een avond waar het publiek eigenlijk een circuit aflegt langs een aantal ruimtes waar per ruimte een andere act te zien is. Tijdens die avond hier in de school hebben we onder andere 440 in de kelder, een Russisch duo dat audiovisuele performances maakt. We hebben Silen hier in het muzieklokaal, een duo van Stephen O'Malley, drone metal gitarist, en François Bonnet die elektronische muziek maakt. Dan hebben we Yuki Kawae, dat is een Instagram ster die elke paar dagen een zentuintje maakt met zand en stenen en dat post wat heel erg populair is, veel bekeken wordt. En we hebben Yuko Mori, een Japanse geluidskunstenares die met microfoons rondloopt en geluiden oppikt en ze eigenlijk uitvergroot alsof het een microscoop is. En er is nog meer en het publiek maakt daar dus een soort fantastische reis langs die verschillende onderdelen. Wat we hier van plan zijn, is naast verschillende muzikale acts een solo te laten zien die Giselle heeft gemaakt voor
Katja Petjovic. Die solo was onderdeel van Crowd, een voorstelling die het festival in 2018 heeft laten zien. The work we're going to present in the school is going to be part of a whole parcours, a whole journey that the audience is going to go through, discovering, like in a museum, but live concerts and performances. So it's going to be presented with other musics we feel very closely related to. And the performance we will present is interpreted by a great dancer, Katja Petrovic, and a long-term collaborator. And she's going to... The performance is referring to how important parties are as a place of social gathering and deep experience. And these experiences are often neglected or disconsidered as light and superficial experience, where they are very essential, like any type of deep social gathering, what we're lacking so much right now. So this performance is at the same time quoting the strong experience of partying and the missing of this experience. We zijn voor het festival altijd op zoek naar nieuwe plekken die iets toevoegen aan de reguliere theaters en concertzalen die we in het festival ook gebruiken. Een plek die aansluit bij wat we daar van plan zijn. En we wilden die avond organiseren met verschillende acts waar het publiek eigenlijk van ruimte naar ruimte beweegt. En dat kan hier in dit voormalige schoolgebouw natuurlijk ontzettend goed. Los daarvan is het een mooie architectonische plek met een bijzondere sfeer, waar ook in het verleden veel elektronische muziek en versterkte muziek heeft geklonken toen de nachtclub hier nog actief zat. En dat alles bij elkaar maakt, denk ik, dat ja, op deze plek die avond op een hele mooie manier tot zijn recht kan komen. Het Holland Festival wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van heel veel partners. En juist in deze tijd zijn die ontzettend belangrijk. Dus naast de overheid, OCMW en de gemeente Amsterdam wil ik specifiek Amodo als productiepartner noemen en bedanken. En Fonds 21 als hoofdbegunstiger. En HF Business, onze bedrijfspartners. En dan natuurlijk de Board of Governors en de vele particuliere fondsen en de vele particuliere vrienden die we hebben, die het festival zo ontzettend genereus en warm dragen. Een typische Holland Festivalvoorstelling is eigenlijk een slow burner. Een voorstelling waar je in de zaal misschien nog niet meteen weet hoe het je raakt, wat het betekent, of je het nou wel of niet mooi vindt. Maar waar je pas in de dagen, weken, soms maanden na afloop ineens beseft van ja, maar dat was het. Dat was waar het om ging. Zo zien we het voor ons. De zon schijnt. Nederland is gevaccineerd of gesneltest. De theaters mogen weer open. En het Holland Festival gaat in juni live. It's about time.